Dit is de werkelijkheid van Chris Froome na 3 weken fietsen door Frankrijk. De werkelijkheid na toch al zo'n aparte levensloop. Groot geworden in Kenia en nu via de Tour naar de rondjes om de Stiphoutse Kerk. Als icoon, soms zelfs als object. Chris, welkom in de Netherlands. Is this the madhouse you expected? Yeah, definitely. I mean, it's great to see how many people are here and obviously supporting the criterium today. Growing up on African soil, riding your first case in the Kenyan valleys and now being such an icon even in this tiny Dutch village, does it give you a strange feeling? It definitely is a bit of a surreal feeling. If I think back to the journey I've taken to come here, it really is an amazing feeling. I can't believe I've made it this far and been able to achieve what I've achieved. Even meehelpen. Kom hier, kan iedereen aan de beurt. En zo kreeg iedereen in beschaafd Brits een keurig antwoord. En even later maakt Stiphout kennis met de man waarvan gezegd wordt dat hij als een giraf op de fiets zit. Een atypische wielrenner, Stoy Sijns. Hoe reageer je dan op deze kermis? Ik sprak hem net heel even en ik denk wel dat hij dit mooi vindt. Ik heb wel begrepen dat het een uitermate correcte, typisch Engelse man is. Ik denk dat Froome zeker extra publiek trekt, tuurlijk. Komen mensen voor de gele trui. Maar is dat dan de gele trui of is het ook Chris Froome zelf? De gele trui. Niemand krijgt er echt heel veel hoogte van, omdat hij ook gewoon niet heel erg veel praat in het peloton. Maar ik denk als je hem goed leert kennen, dat het wel... Dat wel een hele aardige man is die echt open is, ook tegen zijn vrienden. Alleen ja, voor de buitenwereld wel heel gesloten blijft, denk ik. De kracht die hij heeft, die explosies, dat is Froome. Bijna bovenmenselijk en dat hij dan vervolgens hier in de buurt is, wil ik wel even naar komen kijken. Ja. En op het einde van de avond mocht Froome ook nog de bloemen ophalen in Stiphout. Alsof het zo moest zijn. En misschien was dat ook wel zo. Thank you.